Welkom bij deze video begrijpbaar recht. In deze reeks bespreken we belangrijke elementen van het internationaal recht met in deze video jurisdictie en rechtsmacht tussen staten, territorialiteit, nationaliteit, bescherming en universaliteit. In een vorige video zagen we al informatie over de staat en de uitleg van internationaal recht. Een functie van internationaal recht is het afbakenen van het gezag van staten. Hierin ligt ook de coexistentie. Door coexistentie kunnen staten vreedzaam naast elkaar bestaan. Staten hebben zich te houden aan belangrijke rechten en plichten jegens andere staten om vrede te bevorderen. Jurisdictie of rechtsmacht is de bevoegdheid van een staat om regels te stellen of te handhaven ten aanzien van personen of gebeurtenissen. Of anders gezegd, jurisdictie geeft een staat bevoegdheid. Om zijn soevereiniteit inhoud en betekenis te geven. Deze rechtsmacht bestaat uit verschillende elementen, namelijk de bevoegdheid tot het stellen van regels, de wetgevende rechtsmacht, de bevoegdheid tot rechtspraak, de rechtsprekende rechtsmacht en de bevoegdheid tot handhaving van regels, de handhavende rechtsmacht. Hoe ver deze rechtsmacht te rijken wordt bepaald door het internationaal recht. De wetgevende macht bijvoorbeeld geldt alleen binnen de staat zelf. Heel simpel voorbeeld. De staat Nederland mag geen wetten schrijven voor de staat Duitsland. Het internationaal recht kent daarnaast ook een aantal gronden waaraan staten deze rechtsmacht, deze jurisdictie kunnen verlenen. De grondslagen zijn territorialiteit, nationaliteit, bescherming en universaliteit. Ten eerste territorialiteit. Een staat is in zijn eigen grondgebied, waar deze effectief gezag uitoefent, in beginsel onbeperkt in rechtsmacht voor zowel de wetgevende, rechtsprekende als uitvoerende macht. Het eigen territorium, het eigen grondgebied, wordt ook wel het subjectieve territorialiteitsbeginsel genoemd. Daartegenover staat het objectieve territorialiteitsbeginsel. Deze is van belang als personen in het buitenland. Handelingen doen die betrekking hebben op het grondgebied, het territorium van de betreffende staat. De staat met het territorium heeft dan de rechtsmacht. Ook het effectenbeginsel hoort vaak bij objectiviteit. Sommige staten eigenen zich dan rechtsmacht toe ten aanzien van handelingen in het buitenland die economische effecten hebben binnen hun grondgebied. Als we gaan kijken naar het territorium van staten. Dan is het belangrijk om te weten dat extraterritoriale handhaving in beginsel onrechtmatig is. Dat betekent dat opsporingsbeambtenaren niet over de grens onderzoek mogen verrichten of verdachten mogen arresteren. Er is wel een uitzondering op het verbod van extraterritoriale uitoefening van rechtsmacht. En dat is het diplomatiek en consulair recht. Bij diplomatenmissies gaat het vaak over het bevorderen van vrede tussen staten. En het tweede, het consulair recht, worden vaak consulaire posten gevestigd om commerciële, economische, culturele en wetenschappelijke doeleinden met de andere staat te ontwikkelen. Bij consulair recht gaat het vaak over paspoorten, bijvoorbeeld. Zowel voor diplomatieke als consulaire doeleinden geeft de andere staat toestemming en mag de andere staat een diplomaat of consulair ambtenaar altijd terugsturen. Dit is de persona non grata verklaring. Dan de nationaliteit, ook wel personaliteitsbeginsel genoemd. Een staat kan gezag uitoefenen over zijn onderdanen waar deze zich dan ook bevinden. Er wordt onderscheid gemaakt in actief nationaliteitsbeginsel, waarbij de staat rechtsmacht heeft bij personen die de nationaliteit dragen, en het passief nationaliteitsbeginsel. Waarbij de staat rechtsmacht heeft over niet-onderdanen die in het buitenland handelingen doen die schade toebrengen aan wel-onderdanen. Het nationaliteitsbeginsel, zowel actief als passief, geeft de staat wetgevende en rechtsprekende rechtsmacht. Een staat is echter niet bevoegd om in een ander land handhavend op te treden en mensen te arresteren, bijvoorbeeld. De derde is bescherming. Dit beginsel maakt het mogelijk dat een staat rechtsmacht uitoefent ten aanzien van personen of gebeurtenissen buiten zijn grondgebied als de handelingen vitale belangen van de staat kunnen raken, dus ter bescherming van de staat, bijvoorbeeld misdrijven omtrent staatsgeheimen. Dan de laatste, universaliteit. Hierbij gaat het erom als personen universele fundamentele gronden schenden. Dan komt de universele rechtsmacht toe aan de staat. Vaak gaat het om specifieke misdrijven. Er is een beperkte universele rechtsmacht. Deze ligt in verdragen, zoals de uitlevering van verdachten aan staten en de zuivere universele rechtsmacht. Deze is gebaseerd op gewoonterecht en wereldwijd van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan volkerenmoord of ernstige oorlogsmisdrijven. Men pleegt dan als het ware een misdaad tegen de menselijkheid. Het lastige van het universaliteitsbeginsel is dat het geen goede regels schept over welke staat mag optreden. Hierdoor kunnen meerdere staten aanspraken doen bij conflicten. Vaak wordt daarom de bevoegdheid tot uitoefening van universele rechtsmacht toegepast op het grondgebied van de rechtsstaat die getroffen is. En dan krijg je toch weer een beetje die territoriale aangelegenheid. Kortom, de grondslagen van de juridictie zijn belangrijk in het vreedzaam naast elkaar bestaan van staten. Naast de vandaag besproken juridictie zijn ook de algemene beginselen en immuniteit van belang in het vreedzaam naast elkaar bestaan van staten. Bekijk de gehele playlist Internationaal Recht voor een volledig beeld. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.